kunst en spiritualiteit op de klei in Nieuwolde. Om dit te combineren viel, om dit aan de weet te komen, ging Doreen Volkers met cameraman Victor Moerlaag voor ons op stap om het volgend verslag te maken. Ik sta hier bij kunstpodium De Leegte. En normaal bent u gewend dat hier allerlei kunstmanifestaties worden vertoond. Dit jaar is het anders en is er een festival Sunyata. Spiritualiteit en kunst komen samen. Hoe werkt dat in de klei? Dat ga ik voor u bekijken. Namens het bestuur van Stichting Kunstpodium is het mijn genoegen u allemaal welkom te heten op ons festival Sunyata. Het is in de afgelopen dagen niet zo'n heel mooi weer geweest, maar vandaag wordt het helemaal zonnig en splendid. En dat hebben we nodig, want we willen ook een zonnige sfeer hebben. Het is op Sunyata alleen maar genieten geblazen. We staan hier bij Circus Moon met Roos Rijker. Jij gaat vandaag met kinderen werken, misschien ook wel met volwassenen, om het circusgevoel bij te brengen. Wat is het circus? Oh, het circusgevoel gaat over spelen eigenlijk. En over lekker samen zijn, buiten zijn, in contact zijn met je lijf ook, met links, met rechts en met je coördinatie. Maar vooral gaat het over spelen. Vooral gaat het over spelen. En dat moeten we blijven doen, hoe oud we ook zijn. Uit alle leeftijden kunnen spelen. En ja, dat zie je ook. Iedereen gaat ervan lachen. En het is gewoon heel erg leuk en heel vrolijk, mooi beeld. De volgende kraam die we tegenkomen is van Lotus, uitvaartverzorging en begeleiding. En dat dat op een andere manier gaat dan dat ik in de meeste Dela-advertenties en zo tegenkom. Dat is wat mij hier opvalt met betrekking tot kinderen. Ja, dat klopt. Dat heb ik wel vrij centraal neergelegd. Wij verzorgen uitvaarten in allerlei families en situaties. Maar zodra de kinderen bij zijn, is het voor hun heel vaak een eerste keer dat er iemand sterft. Ja. En ja, je neemt je leven lang mee wat voor herinnering dat geeft. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat het voor kinderen goed zal zijn. Kunt u vertellen, want ik zie hier, ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk, hoe jullie dan, hoe zo'n proces eruit ziet van begeleiding bij kinderen? Wij proberen zoveel mogelijk dat de dingen die er gebeuren, dat kinderen daarbij kunnen zijn, voor zover ze dat zelf willen. Dus dat er altijd openingen blijven. Dat je niet zegt van kinderen horen er niet bij of zou ik mijn kinderen wel meenemen naar. Maar neem ze maar gewoon mee en ze hoeven niet te kijken bijvoorbeeld als iemand overleden is. Maar als jij daar zelf heen gaat zonder angst en je laat de deur open en je houdt het gesprek gaande bijvoorbeeld, dan is het een hele normale situatie, wat het ook eigenlijk is. En wat is uw advies om kinderen dan zeg maar daarin goed te begeleiden? Nou ja, je kunt nagaan waarom je zelf misschien angstig bent voor wat het misschien met kinderen zou kunnen doen. Hè? Want het is ook een angst die in jezelf zit vaak. Ja, en daar kan ik natuurlijk als uitvaartverzorger niet zo heel diep op ingaan. Maar ik kan wel wat dingen aanreiken waardoor mensen toch soms wat anders ernaar kijken. En soms iets anders doen dan ze aanvankelijk hadden gedacht. En achteraf ook zeggen van nou, het was zo mooi dat het kind erbij zat. En op een gegeven moment ging ze gewoon spelen met naast het bed waar opa opgelaard lag met speelgoed. En ja, daarna was ze weer weg en dan was ze er weer. Of dan kwam weer een vraag. Dus hou het zo gewoon mogelijk zonder daar drang of dwang op te leggen. Yeah.
Hanna Tengbergen, een van de organisatoren van dit prachtig festival. Wat is jouw indruk tot nu toe? Nou, tot nu toe is het natuurlijk fantastisch. We hebben het weer heel erg mooi meezitten. En als ik zelf rondloop over het terrein, zie ik alleen maar prachtige, mooie dingen. Heel veel mooie mensen die echt goed kunnen inspireren. Dus dat maakt me heel erg blij tot nu toe, ja. En ik hoorde stiekem al geluiden dat er volgend jaar misschien een Sunyata 2 komt. Ja, dat ga ik wel vanuit. Het is zo mooi. Het is echt een feest alleen al om het te organiseren. Omdat er zoveel bereidwilligheid is. Heel veel workshophouders die gewoon echt volledig... Eigenlijk voor alleen maar om het feest om hier te zijn, hier komen. Echt soms van ver weg om de workshops te geven. Alleen dat is al een feest en dan zo'n... geweldige dag te mogen beleven met z'n allen is prachtig, ja. Goed, dus als de kijkers de mooie beelden bekeken hebben... moeten ze het alvast voor volgend jaar in hun agenda zetten. Dat lijkt me wel, ja. Dat heb ik in ieder geval wel, ja.